What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe vlog. J-Squad. What's up, J-Squad? Vandaag ga ik met Tom samen naar Madame Tussaud. Of Tussaud, of hoe de fuck dat je het ook uitspreekt. In ieder geval, ik ben nu nog even thuis met een video aan het uploaden. De video dat jullie dus al gezien hebben, die van gisteren eigenlijk. Jullie saaie vragen. Nog 4 minuten. En ondertussen is Tom onderweg naar hier voor mij op te halen. En dan gaan wij een leuk dagje hebben. Ik ga vandaag Justin Bieber ontmoeten. Oh my god. Oh, mijn coole klok trouwens. I'm so in love with that klok. Echt waar. Je kunt dat ook zo via hier verstellen. Dus dan kunnen ze naar mijn Instagram-volgers. Oh, er zijn er weer bijgekomen. En nu komt Facebook. Oh, er zijn er eentje bijgekomen. En dan kunnen naar de tijd, naar de graden, naar de radio. Maar mijn geluid slaat af, denk ik. Oh. Ik kan nog juist één ding doen voordat ik vertrek. Ik heb een nieuwe tas gekregen met kist. En dit is mijn oude tas. Dus ik kan even alles overzetten van tas naar tas. Zoals al mijn bankkaarten. Ik heb trouwens geen portemonnee. Ik heb dat al jaren niet meer. Omdat ik waarschijnlijk gewoon geen geld heb. Maar ik ben er echt niet mee bezig. Dat is zo raar. Iedereen heeft dat gewoon in zak. Dat is zo het meest normale waar je maar kunt hebben. En ja, ik heb dat niet. Ik heb wel een tankkaart. Hey! Dus hier steek ik al mijn kaarten in en de rest dat wordt gevuld met mijn gsm en mijn camera en zwa. Kastjes van KBC, dat hoeft er dan niet per se mee in. En ik heb ook nog een kastje van Fortis, want ik zit bij beide banken. In mijn pas heb ik ook nog prachtige foto ook. Ja, niet jaloers zijn, ik weet het. En floep! Zie eens wie dat er hier is, Maddie. Zie wie dat er hier is, Tommy. Oh. Maar ik mag weer niet binnen, zo. Het is weer vandaag. Oh, maar binnen. Oh, fuck, echt. Dag, Tommy. Hey. Oh. Ik ben aan het vloggen. Ik ben al aan het vloggen, zeg. Oh. Goed. Happy New Year, hè? Ja, jij ook, hè? Alsjeblieft. Wat gaan we doen? Onze riemwandel. Wat gaan we doen? Ben jij ziek? Nee. Jawel, hè? Ben jij schminkt? Ja. Dus we gaan naar Madame Tussaud. Hoe spreekt dat eigenlijk uit? Madame Tussaud. Tussaud, ja. Tussaud, denk ik. Okay. Tussaud. Tussaud. In Holland. In Holland. En dan gaan we superveel foto's trekken en we gaan dat vloggen. En ik vind dat we zoiets grappig moeten doen als we bij die beelden zijn. En dan moeten we dat op de vlog hebben. Iets meenemen naar huis. Steel die allemaal, pak je die mee naar huis. Allemaal dat weg. Je plaats genoeg hier. Ach, welke kleur, hè? Rood. Wat is het probleem? We zijn zijkwijf. Letterlijk, ik moet super dringen naar het toilet. En we zitten juist op zo'n stuk waar er zo geen tankstation is of niks. Dus eens even afzien. Ik heb heel dat flesje dat ik er juist in ga halen, heb ik helemaal leeg. Maar wacht, er is nog een slokje erbij, zo hupsakee. Heb ik helemaal leeg gedronken. En ik heb nog niks gegeten vandaag, dus bij deze zakt dat nogal vrij rap naar beneden. Ik ben echt super dringend. Het is niet de bedoeling dat je die fles mist, hè? Want, ja, ik was oprecht aan het denken om die fles terug te vullen, maar ja. Please don't. Ja, misschien is dat niet zo proper. Dus eens even gewoon afzien en wachten tot we een tankstation tegenkomen, denk ik. Mm-hmm. Dat gaat pas in Amsterdam, denk ik. Ja, nee, echt niet. Dat hou ik gewoon niet meer. Ja, dat is echt niks, hè. Hier is zo'n lange baan. Oh my god. We zijn gered, we zijn gered. We all love this feeling, don't we? Oké, Tom is binnen nog even niet aan het eten, dus ik kom mijn bankkaart even halen. Dan ga ik zelf ook iets pakken, want ik heb super veel honger. Maar oh god, ben ik blij dat het eruit is. Maar ik ben zo blij dat ik eten heb, my god. Dan ga ik op eten. Amsterdam! Ah, dit is echt een hel voor je te rijden. Dat is hier verschrikkelijk. Oh, en zo'n motten je ziet ondertussen. Het is er ook altijd zo superveel volk, jongen. Die mensen die voor je auto lopen constant, die wilden... Ja, rustig. Jezus. Hier, hij ook zijn cabriolet. Ja, we hadden er juist een weg op de GPS staan, maar blijkbaar moet het langs de andere kant, omdat je er niet meer door mocht of zo. Dus hopelijk raken we er, hè. Ik heb een parkeerplaats gevonden en Tom gaat door het raam. Jasje, echt zwaar.
Tom gaat door het raam kruipen. Echt waar? Het gaat vlot precies, hè? Naar mij. Ja. Yes. Dat is niet. Ja, kom. Oh, echt waar. Doe toch eerst je voorkant. Ja, deze parking het gevoel heeft, die moet echt slaag hebben. Hups, tegen die andere auto, all the way. Allee, we zijn dus aangekomen en we moeten nog wel even wandelen. Maar we hebben super lang moeten rijden voor parkeerplaats. Uiteindelijk hebben we het dan gevonden, dus ondergronds. Ik ben benieuwd naar de beelden in het museum, want deze avontuur is toch iets anders, hè? Zeg. We hebben juist gegeten en we gaan al terug eten. Jij ook? Ja. Ben ik van u, hè? Oh my god, ze pakt een fucking pizza baguette en dan nog een brownie erbij, terwijl hij net een kaasbroodje heeft gegeten. Je hebt toch iets waar het hem echt niet lekker vindt? Ja, ik heb het ondertussen half ingesporen, maar ook half opgegeten. Super vies. Ik heb een pizza bij gegeten. Ik ben super benieuwd of het dat lekker is, want mijn brownie was ook niet echt tevreden. Echt zo'n muf. Maar kijk, één tip. Als je in een grote stad bent, je gaat nooit in een winkelstraat de dingen gaan kopen te eten. Ja, maar dat is het. Ja, dat is ja, nee, gewoon. Geniet van uw koffie. Ik weet dat het lekker is. Echt waar, wacht. Oké. Oh nee, ik ga gewoon terug gaan. Het valt wel mee, maar. Het is een chance. Ja, is het goed? Helemaal op je prop met die jas hier gewoon. Het is warm, hè? Waarom? Dat is toch juist zo. Weet je dat? Je light is hier zo unflattering. Ja. Maar. Mannetjes, ik moet die kraan hebben. It's fucking zwevings. Tom is helemaal gek van stenen. Echt waar. Ik heb mijn kerstkeveel stenen gekregen. Iedereen was aan het kijken, maar what the fuck. De stenen aan het uitpakken. Ja, en hier zijn allemaal stenen, dus. Zo happy voor je. Ik heb dat vroeger ook gespaard een tijd, zo. Ja, net zo van die vroeger van die tijdschriftjes, hè. Was dat? Ah, zo'n steentje bijkrijgen met zo'n tijdschrift. En dan moesten ze zo... Nee, van die edelsteentjes nee, was dat, hè? Skull. Een steen. Vind ik wel cool. Vroeger hadden ze van die edelsteentjes, van die kleintjes, en dat bracht een geluk. En dat zag eruit zoals... Was zo meer zoals die eitjes en zo, maar dan zo meer... Kruffelstenen. Ah ja, maar meer steengevormd was dat. Nee, maar stenen, echt waar, ik weet dat je daar niet erin gaat zitten, want dat is groot, educatief kanaal. Maar stenen hebben allemaal een vibratie, hè. Ik dat wij ook vibratie hebben, en die hebben allemaal een bepaalde frequentie. En dat je een bepaalde steen bijdraagt, kan je bijdragen voor je gelukkiger te laten voelen, maar ik ben er echt mottig. Amai, 240 euro voor een steen? Alsjeblieft, ik kom wel even dat berg grotten afgolden. Oké, we hebben dus allemaal van die stenen die dat dus, ja, een soort van geluk hebben. En ik kan dan deze kopen. Je ziet die glans erop. Dat is de Stone of... Wat is het? Stone of Magic. Labradorit. Ja, dus dat brengt dan geluk op een of andere manier. En ik heb dat vroeger ook altijd gehad toen ik jonger was. En ik ben die kwijtgespeeld en van een ven is helemaal leven naar de kloten, joh. Dus Tom gaat er ook geen mee pakken. Ik weet niet juist welke dat je gaat pakken. Ook zo in, labradorit. Deze. En dan die die zo hard glittert. Dat is mooi, hè? Ja, ik kan er uren naartoe kijken. Mm-hmm. It's Angelina Jolie. Oké, het is een redelijk donker mannetje, dus we zien niet veel. And the winner is... Ah. Ah, nou niet meer. Ah, stom. Can I touch it? Dat is wel nog redelijk zacht, zo. Realistisch, oké? Echt realistisch, zeg ik. Als ik nu naast hem sta, zie je die echt naast mij. Dat is echt goed gedaan aan deze. Zijn is echt goed gelukt. Is dat projecteerd? Ja. Ik zijn jongen, alles goed. Hoe is het? Gaan we samen op dates? Ik denk dat ze verliefd is op mij. Maar echt, die baard is
zo realistisch en die snor en die wenkbrauwen, dat is echt ziek. Wij zijn hier zo aan het wandelen en is dat zo'n dood met zo'n camera, maar dat is ook een pop en wij zagen dat niet. Andere mensen wandelen er ook gewoon tegen en zo, omdat je dat gewoon niet ziet. Allee, zit daarna. Dit is precies gewoon een foto van trekken van iemand anders. Jij bent wel klaar voor mijn toekomstige, dames en heren. Och, Justine. Kijk, mijn kop is 5 keer dikker dan die van hem. Ik vind dat het wel mooier is hier dan in Tichting. Ja. Maar zijn echt alle details hetzelfde, of niet? Ja, die tattoos ook en zo. Ja, tatoeages zijn er ook allemaal. Ik weet niet of je het voelen dat alle details hetzelfde zijn. Oeh! Hola! Oh my god, ik zal dit even. Oh my god. Het is gelijk Barbie, dat denk ik zo. Maar die precies de smaller. Ik pak eens met die wimpers aan de hand. En? Ja, Telen heeft. Hakepje? Toch een beestzet of wel? Hè? Maar die tanden. Hey, waarom staat Trump hier niet? Die moet hier niet staan. Maar hey, wel, die staat hier wel. Is dat echt? Ja, ja. Ja. Gewoon niet trashen, hè? Lady Gaga staat wereldwijd bekend om haar unieke stijl en muziek. In Madame Tussauds Amsterdam kun je Lady Gaga bewonderen in een bodysuit van het modemerk Maison Margiela. Deze outfit werd in 2009 gespot in Kopenhagen. Haar look wordt afgemaakt door grote paarse heiligsbeentjes. Alleen Gaga komt hier mee weg. Tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Ik dacht dat we zo bij het einde van een bepaalde reeks waren. Het is gewoon het einde van heel dit fucking museum. Maar het was wel mooi, daar lief van. Maar ik heb kei weinig kunnen filmen, omdat ja, het gewoon kei kort was op een of andere manier. Dus ik ben nu van een trap aan het wandelen. Ik probeer voorzichtig te doen voor ik lig. Maar ja, we hebben het een keer gehad. Het was tof. Was het tof, Tommeke? Ja, maar ik had alles gezien, hè, maar het was wel een beetje veranderd. Ja, Justin Bieber was ook anders en zo, hè? Of wat was het? Ja, want die had iets goed. Hij had zoveel geen tattoos. Nou ja. En Lady Gaga zag er ook helemaal anders uit. Volgens mij was dat gewoon een andere pop. Zou ze met Justin Bieber elke keer een tattoo bijzetten als ze er een nieuwe heeft? Ja, ik denk dat wel. Niet elke keer, maar ik denk omdat zoveel tijd wordt dat opgedreed. Ja? Maar ik vond het ook precies dat kort. Er is ook in Londen geweest en dan was dat veel langer. Ik had verwacht dat dat nog veel langer ging duren. Vroeger was dat ook anders, want had zo... Ja, dat was anders. Ja. Kijk, Trump is ook... Oh, iets dan daar die geur er juist misschien. Is dat J-Lo haar ass? Is dat? Ja, blijkbaar. Oh, dat is J-Lo haar ass. Allee, dan kunnen we dan ook eens volgen in het licht. Dat kan toch niet meer. Oh, echt. Kom maar, jawel. Maar nee, zat. Nee, ik durf echt niet. Dat is dat is toch niet waar? Dat is ervoor gemaakt. Nee, maar normaal kun je erop staan. Ja, wel. Hangt er eens aan? Fuck, echt? Hangt aan die pop? Nee! Echt erg, ja, maat. Echt erover, jij. Kijk, grappig, ik zie dat gewoon in Spider-Man. Tom wil gewoon dat hij helemaal afbreekt en dan is dat ook grappig voor de video. Kom jong, het is goed geweest. Het was kort, vond ik. Ja, ik vind dat ook wel een beetje... Of misschien dat wij gewoon heel snel zijn doorgewandeld overal, dat ja, kan ook. Het, als je bij elke pop zo'n uur blijft staan, ja, dan, maar ja, ik vind dat je eens een pop gezien hebt, dan mag je er wel even af. Ja. Buiten dat je zo van die, ja, als je zo van die sterren tegenkomt dat je zelf wel tof vindt, dan is dat wel leuk, hè. Maar... Ik wel, wat mij opviel was die eerste pop dat ik heb aangeraakt, die was zacht van huid. En de rest was allemaal hard. Ja. Misschien gewoon voor dat zo te laten lijken van de poppen. Die was schoon, hè. Die was misschien wat verser nog. Het is echt, echt schoon. Glitter. Het is een magic stone. Ja, echt mooi. Schoon, hè? Ja, maar deze zet jij dan gewoon neer thuis, of hè? Dat is niet dat jij dat meesleurt of zo. Of... Nee, maar, oh my god, ik mag dat eigenlijk niet vertellen, maar ik slaap met sommige stenen. Nee, dat is echt heel. Ik kan sowieso, denk ik, kijk. Zie.
Ah, gaat er een rond? Uh-huh. Always. Alleen niet altijd, dat is te zien wanneer. Als je wat minder goed voelt, dan doe je bepaalde stenen aan. Oh ja, maar ik heb dat met die steen, ik sleur die altijd gewoon mee. En dan pak je die altijd mee. En als ik ook zo dingen heb dat ik moet gaan doen waar ik geluk bij nodig heb of zo, dan heb je die steen ook gewoon bij. Vroeger, ja. Hè? Dat ga ik nu met een deze ook doen. Ja, maar ik heb zo'n dikke boek erover. Ik kon eens kijken wat die van u zegt. Ah, ja. Specifieke stenen voor specifieke dingen. Ah ja, doe dat maar. Dat is ik wel benieuwd. Wat ik grappig vind, is dat je zegt dat je... Als je katholiek bent, of als je nu in een islam gelooft, whatever, dat je zeg maar voor een god gelooft, dan is dat aanvaard. Maar als je zegt van ik geloof in stenen, ja. En zo frequenties en goede energie, dan zeggen ze allemaal dat je zot bent. Dat is maar echt. Als je doorstond, ik weet niet wat te doen. Tegenwoordig ben ik wel, is dat bijgelovig? Met dat manifesteren en zo? Maar nee, dat is gewoon een positieve manier van denken. Ja, manifesteren is een positieve manier van denken. Zo met die stenen omgaan, dat is ook zo'n positieve manier van denken. Mm-hmm. Er is niks mis mee, denk ik. Hier nee, is een geloof, toch? Als het maar helpt. Al geloof het maar zelf. En als je er zelf maar... Oh, ik wil wel een stukje. Als ik nu zeg dat deze je keiveel geluk brengt en je voelt je daardoor beter, dan heeft het toch gewerkt, of niet? Wel, ja, dat bedoel ik. Dus ook al is het misschien niet zo, dan nog is het wel zo voor jezelf, snap je? Oh my god, I need a man daarin. Oké, het is hier ondertussen al donker. We moeten nog een kwartierje rijden en dan zijn we maar thuis. Hè. En dan gaat Tommetje ook naar huis. Yes. Ja. Yeah. Going home. Dat is zo'n leuk gevoel, hè. Is dat? Ja, dat is echt. Dat vind ik altijd zalig. Als mijn ex aan hun haar juist hadden geknipt of zo, hè. Dan ging ik altijd zo omhoog en dan zo naar beneden. Oh, love it. Het was een leuke dag vandaag. We hebben er een dag van gemaakt. We hebben mooie steentjes gekocht. Yes, dat is gezellig. Ja, en mijn batterij is bekend plat, dus we zijn juist op tijd gedaan. Ik kan ineens afsluiten trouwens voor vandaag. Als je dat een leuke vlog vond, zeker even laten weten in de reacties. En ook natuurlijk een duimpje omhoog. En morgen ben ik er gewoon weer terug met een studio video op mijn bed. Gewoon all the way, gelijk altijd. Dank je voor het kijken. Doei, Tommeke. Doei.